Stalvaste. Stalvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Jeffrey van Eck, hoe gaat het ermee? Ja, goed. Bekend gezicht. Ja, dat kan goed kloppen. Hoe moet ik het zeggen, frequent Surinamegangen, zeg ik het goed? Ja, ik kom de laatste 17 jaar al in Suriname. Ik ben er ooit heen gegaan als ondernemer. Ik had mijn bedrijf in Nederland verkocht en ik dacht, wat moet ik gaan doen? Ja. Dat wilde ik eigenlijk niet meer in Nederland gaan doen, het ondernemen. Dus hoezo Suriname? Ja, Suriname is toch wel het beloofde land als je gaat outsourcen. Ja. Als Nederlander wil je gaan outsourcen omdat dat gewoon kostendekkend veel interessanter is. Dus we hebben gekeken van nou, welke landen moeten we gaan kijken. We hebben Zuid-Afrika gekeken omdat het een Nederlandse taal is, België. We hebben gekeken naar Curaçao. En uiteindelijk kwam ik in Suriname het vliegtuig, de deuren gingen open. En ik voelde me thuis. Ja. En de stewardess die zei tegen mij van joh, welkom in Suriname. En ik zei, kun je dat nog eens zeggen? En toen zei ze tegen me van welkom in Suriname. Ik zei, joh, maar luister, als ik in Amsterdam loop, dan hoor ik een accentje. Ja. Ik zei, waarom hoor ik dat hier niet? Dan begon ze te lachen. Ze zei, Jeff, dat kennen wij hier helemaal niet. Dat is een stukje acteren wat ze in Amsterdam doen. Dat valt onder de jeugd en dat vinden ze leuk. Ik zei, ja, fantastisch. Dezelfde dag nog heb ik een contract getekend. Ik heb een pand gehuurd en ben ik gaan outsourcen. Outsourcen is natuurlijk een heel breed begrip. Specifiek, ja. Wat doen jullie? Wij deden destijds de welbekende callcenters. Dus wij zorgden ervoor dat als jij bijvoorbeeld de Weekamp opbelde of een ABN AMRO, dat je iemand aan de lijn kreeg van het callcenter. Met een accent? Nee, dat viel wel mee. We hadden mensen die... Ik herken het wel hoor. Ik ben wel eens naar bedrijven. Ja, goedemiddag. Ik ga het nu regelen. Waar zit je? Paramaribo, hè? Ja, jij kent het wel, maar dat komt. Wij weten allebei. Ik vind het leuk hoor. Ik vind het ook prachtig, maar wij weten dan dat er een Suriname achter zit. 9 van de 10 Nederlanders weet dat niet. Ik heb dat toen verkocht. En in de tussentijd heb ik heel veel gedaan met goede doelen. We hebben scholen gebouwd. Ja. We hebben een benefietconcert gehouden met Jurgen Rijman, Quintus, Cecilia Rombly. Noem maar op. En op een gegeven moment. Heel veel containers met hulpgoederen, dat moet ik ook wel zeggen. Dat deden we met een paar stichtingen samen. En op een gegeven moment heb ik Suriname wat laten liggen, omdat ik toch vond dat het vrij veel leergeld kostte. Ja, ja. Hè, elke keer allerlei ondernemingen kom je toch wat troubles tegen. En hebben we gezegd, nou, daar gaan we even niets mee doen. Ondertussen in Nederland wel met sport bezig gebleven. Mm-hmm. En een aantal jaar geleden heeft Gordon Tony Chow gezegd, joh Jeff, wij willen jou als sportambassadeur hebben in Suriname, omdat je netwerk heel groot is in Europa. Ja. Je kent al die sporters, je hebt zelf op hoog niveau gesport. Zou je dat willen? Nou, hele eer. Ik heb er niet eens over nagedacht. Ik heb eigenlijk direct gezegd graag, want dan kan ik Suriname weer helpen. Wat heb jij specifiek voor sport gedaan? Ik heb bij de jeugd altijd gebadmintond. Ja. Inmiddels ben ik wat groter geworden. Ja, ik maar tot mijn 14e was ik Nederlands. Ik denk als Rico jou ontmoet, dan gaat hij er ook wel 3 keer over nadenken. Ja, ja, ja. Nu wel. Toen was ik 1,80 meter of 1,83 meter en woog ik 75 kilo. Mm-hmm. Dus dat was gewoon echt splinterdun. Maar goed, ik kon goed badmintonnen. Ja. 4 jaar Nederlands kampioen geweest. En ze zeiden ook, de komende 4 jaar ben je dat ook. Nou, dat vond ik geen uitdaging meer. Dus ik ben verder gegaan met voetbal. Ja. Utrecht gevoetbald. Daar weggestuurd. Geen mentaliteit. Wat is geen mentaliteit? Het was zo dat... Driftig mannetje misschien? Nee, om een voorbeeld te geven. Als je 18, 19 jaar bent, dan heb je natuurlijk veel adrenaline in je lichaam en veel testosteron. Ja, ja. Wij moesten slapen in het stadion. En met z'n allen. En de volgende dag zouden we een soort stage training krijgen. Jeffrey die dacht van nou, uiteindelijk ook wel leuk om de stad in te gaan. Dus die is over het hek geklommen en die is de stad in gegaan. En is een biertje gaan drinken. Ik ze tegen elke vrouw vertellen van, ja, ik ben voetballer, hè, bij Utrecht. Ja, 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 ja. Dus veel aandacht. Ja, ja. En maar doordrinken. Maar de volgende dag werd ik wakker voor het stadion. En toen zei destijds de trainer, die zei tegen mij van joh, geen mentaliteit. Geen mentaliteit, ga maar naar huis. Och. Dus toen ben ik verder gaan bij Spakenburg. Nou, dat is op zich goed niveau. Ja. Ondertussen was ik al aan het kickboksen. En ben ik heel ver gekomen met kickboksen. Internationaal wat wedstrijden gedaan. Zo. Inmiddels ben ik 47 en een aantal jaar geleden heb ik ook nog een
een bodybuilderwedstrijd gedaan en ben ik tweede van Nederland geworden. Is er nog iets in het leven wat jij nog niet gedaan hebt? Nou ja, wat ik wil gaan doen is, en dat ben ik ook wel aan het, ik denk dat ik toch wel kan met mijn team, aan de taskforce. Vorig jaar toen Rutte in Suriname was, waren wij er ook. Ja. En zijn we eigenlijk een tour ingegaan. We zijn echt een richting ingegaan om Suriname het groenste land ter wereld te maken. Zoals heel veel mensen weten, Suriname is carbon negative. Ja. Nummer 2 van de wereld. Nou, dat blijft ook wel zo. Okay. Nummer 2 van de wereld en wij willen er nummer 1 van maken. En wij vinden dat dat ook kan. Eén belangrijke vraag. Waarom was Suriname afwezig laatst op die Amazone-top? Dat zal jij gevolgd hebben vanuit je professie. Ja, volgens mij is het wat ik kan bekijken. Maar goed, ik kan niet heel goed kijken wat daar speelt binnen de twee partijen. Ja. Dit is echt politiek. Maar volgens mij heeft het ook te maken met een geldkwestie. Okay. Vond je het een gemiste kans? Ik vind alles een gemiste kans. Ik vind altijd dat je hoofd moet laten zien. Ja. Suriname is een prachtig land. Het heeft prachtige mensen. Het heeft een prachtige cultuur. Het is iets echt waar je verliefd op kan worden. En daarom wil ik altijd dat zoveel mogelijk mensen het zien. Wij beginnen nu een proeftuin in Suriname. Waar precies? Dat zijn we nog aan het bepalen waar we dat doen. Okay. Waarmee we planten, bomen gaan neerzetten. De lokale mensen mogen die planten gebruiken. Bomen groeien weer. Daar is een heel structuur die erachter zit. Als je kijkt naar de houtkap bijvoorbeeld, doet jou dat niks? Dat is verschrikkelijk. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, ik zou toch voor elke boom twee terug moeten planten in principe? Ja, nou ja, hou die vast zou ik zeggen, want daar zijn we druk mee bezig. Oké. Okay. Ja, nou, mag er nog weinig over vertellen. Ik spreek met je af dat we elkaar vaker gaan spreken. Ja, jij bent vaak in Suriname, ja. Het liefst ook een keer vanaf daar. We willen je volgen. Ja. Hoe volgen we je? Waar kunnen de mensen jou volgen? Ik heb natuurlijk Instagram, dus ja. Dat zou kunnen. Noem het maar op hoor. Jeff _van_ek. Daarmee kan je me volgen. Ik moet zeggen dat ik niet heel fanatiek erin ben. Nee. Maar dat wil ik wel wat meer gaan oppakken. Omdat de route die we nu gaan belopen, die wordt wel vrij uniek. Hoe lang heb je voor jezelf uitgestippeld voor die route? Om het Suriname naar nummer 1 te brengen? Dat heb ik samen gedaan met wat mensen om me heen. Ik doe dat niet alleen, dat is een heel team. We zijn met z'n 15e. Dat zijn allemaal wel grootheden in de wereld. En wij hebben een route ingegaan voor 7 jaar, omdat over 7 jaar dan zijn er weer verkiezingen. We hebben over 2 jaar verkiezingen ongeveer en dan 5 jaar later komen er weer verkiezingen. Dus jullie kijken heel ver vooruit. Ja, dat moet ook wel. Ja. En, het is een heel belangrijk vraagstuk. Ja, dus ik zou je eigenlijk adviseren, volg ons de komende 7 jaar. Okay. En dan zul je zien dat de koers naar beneden gaat, dat Suriname op de kaart staat, dat het een van de rijkste landen ter wereld is en dat we echt een verschil hebben gemaakt met ons team. Jeffrey, ik moet je eerlijk zeggen dat jij een van de personen bent in de laatste jaren die ik tegen ben gekomen die zo positief Suriname in het vizier brengt. Ja. En ja. Vanuit je professie kan ik dat best wel van je aannemen, dus we gaan je zeker volgen. Dankjewel. Slotvraag is, wat ben je vandaag hier komen doen? Ik ben uitgenodigd door Gilbert van Lierop. Gilbert is een goede vriend van mij. Ja. Tevens natuurlijk degene die mij beëdigd heeft hier in Brussel als sportambassadeur. En ik probeer zoveel mogelijk bij die events te zijn over Suriname. Je ziet me nu aan deze kant van de tafel om te luisteren, maar ik sta ook af en toe aan de andere kant om te vertellen. Ja. In dit geval waren een aantal mensen aanwezig die ik ook heel interessant vond. Die heb ik ontmoet en daar komen ook vervolggesprekken uit. Goed. Ik experimenteer je af dat wij contact met elkaar hebben. Gaan we zeker. En we gaan je volgen. En ik hou je eraan. 7 jaar, hè? 7 jaar. Trust me. Oké, Jeffrey. All right. Thanks. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.